Wij willen bidden voor de nood van de wereld. En wat ons beroert is wat we gezien hebben in de afgelopen dagen. En dan scheurt geweervuur de Parijse nacht aan stukken. Dood en verderf slaan toe. Mensen komen om. Mensen lopen wonden op voor het leven. Het heeft ons allemaal geraakt. Heer, ontferm u. Ontferm u over wie vermoord werden. Ontferm u over wie gewond raakte. Ontferm u over familie, vrienden en nabestaanden. Daar kan niet genoeg aandacht voor zijn. Maar juist om de mensen ervan te doordringen dat ze niet in de haat moeten vervallen. Ik vind dat heel troostend en bemoedigend, want iedereen is eigenlijk helemaal geschokt door wat er nu weer over ons heen komt. Een soort nieuwe oorlogsvoering. En dan heeft eigenlijk iedereen een woord van troost en bemoediging nodig. En toch te weten dat de Heer er altijd voor ons is. Ja, de beelden die we gezien hebben, die hebben ons geschokt. Allemaal. Mensen in de kerk, mensen buiten de kerk, mensen met geloof, met levensovertuiging, mensen zonder levensovertuiging. Want het komt ineens zo dichtbij. Het is bij wijze van spreken in je eigen straat, in je eigen stad. Het zijn, dus dat schokt. Daar zijn we onthutst van. En het voelt ook als bedreigend, als angstig. Bang en onzeker van kan het hier ook gebeuren. Dus dat raakt mensen, dat raakt ons zeker. En misschien ook in Apeldoorn nog wel nog iets extra's vanwege die ramp die toen plaatsgevonden heeft bij de Naald. Het kan zomaar zijn als je die beelden ziet van de afgelopen dagen, dat ook daar het gevoel van een trauma, van die onmacht en van het geweld ook bij mensen ineens weer dat aanraakt. En zoiets stel ik mij voor.